Dit is waarschijnlijk hoe je Roblox kent. Maar dit is hoe we vandaag Roblox gaan spelen. Ben jij ook zo klaar met hopen dat Call of Duty 28, 49 en 70 misschien wel goed worden? Of ben je er überhaupt klaar mee om elk jaar €60 neer te leggen voor een shooter die niet af is? Zodat je vervolgens alle content los mag kopen. Got you. Want met twee volledige mappen om te spelen is Roblox Frontline al meer af dan de afgelopen 5 Call of Duty's bij elkaar. En dit is geen Call of Duty haat video. Oké, misschien een beetje. Buiten dat de graphics insane zijn, is de gunplay heel precies. En je hebt zelfs recoil die je moet onderdrukken. Dus geen aim assist. Je kan sliden, je rent zelfs stoer met je gun. Het werkt gewoon lekker. Dit gevoel heb ik niet gehad sinds mijn favoriete game of all time. Modern Warfare 2. Het spel waar ik elke dag minimaal 24 uur van mijn dag besteedde. Dit spel was perfect. Het was af. De wapens, de gunplay en nukes. Tactical nuke incoming! Care package on the way. Is het mogelijk om dit te halen in Roblox? Kan ik de 13-jarige Jeremy trots maken en 25 kills halen zonder maar één keer dood te gaan? Ik moest en zou dit halen. Dus ik jumpte in mijn eerste game als gestolen van Minecraft. En ik ging 5 om 7. Nou, de tweede game moet vast lukken, maar ik moet maar 25 kills halen zonder dood te gaan. 24 om 15. Bijna 25 kills, maar 15 deaths te veel. En het derde potje werd gewoon finaal door mijn kop geracht. Alleen maar. Ben ik dan echt te oud geworden voor videogames? Is het moment dan toch echt daar? Nee, natuurlijk niet. Het waren gewoon opwarmpotjes. Ging ik dan als een professional. En ik klom al snel, hè. 11 om 0. 21 om 3. 22 om 2. 22 om 4. 37 om 6. Maar nog niet die 25 om 0. Tactical nuke. Dus, ik ging terug naar de tekentafel. Waarom is het me nog niet gelukt? En toen vond ik het. Campen. Natuurlijk. Ik was veel te erg bezig met rondrennen en doodgaan. Maar een FPS-speler die 25 om 0 wil gaan, campt. Dus ik ging aan de slag met mijn nieuwe tactiek. Ik spande en ik had tegen mezelf gezegd dat ik zoveel mogelijk langs de kanten zou lopen waar niemand normaal loopt. Wat wel nog jammer is, is dat je spant met random wapens. Je kan dus geen kits maken. Je kan je karakter nog niet levelen. Dus het eerste wapen waar je mee spant, moet je het ook mee doen. En de rest van de wapens, die moet je gewoon oppakken van de grond. Het eerste potje ging meteen lekker. Maar niet genoeg tijd. 11 om 0. Wel heel nice. Het tweede potje. Ik ging echt geweldig. Ik pakte kill na kill na kill. En niemand kon me stoppen. Ik stond 13 om 0. En ik werd gekilled door deze guy. Volgens mij speelde hij zelfs op de telefoon of zo. Oh mijn god. Kijk hoe fucking langzaam deze guy draait. Oh. Oké. En toen was ik er bijna. 16 om 0. Beste poging tot nu toe. Echt, ik deed er alles aan om deze te pakken. Ik moest nog maar 9 kills. Dit kon ik doen. Weer niet genoeg tijd. Ongelooflijk. Dit potje zijn echt klaar na 2 seconden. Nu was ik er klaar mee. Ik moest een combinatie maken van campen en rennen. Anders kon ik het gewoon niet halen. Dus ik spande. Met in mijn gedachten die nuke. En mijn jongen zelf. Dit potje ging top. Pakte wat kills hier en daar. Soms een nieuw wapentje oppakken. Nog meer kills. En hier ging het goed. We waren op het goede pad. Nog genoeg tijd. En toen hoefde ik nog maar 1 kill. En het gebeurde! Eindelijk! Het moment was daar. 25 om 0. Easy game. Het moment waar ik vanaf het begin al op gewacht was hier. De nuke! Ik was voor een klein momentje weer dat gelukkige kind. Maar nu ben ik weer sip, want je bent niet geabonneerd. Doei!